Ja, we hebben net onze Vini Vega wijnen hebben we gepresenteerd. Twee groentewijnen, van paprika en van tomaat. En de genodigden hebben daar nu de eerste wijnen kunnen proeven. Hoe is de eerste reactie? Ja, heel erg leuk. Mensen verwachten niet dat je van paprika's en tomaten ook wijn kunt gaan maken. Dus het is echt een verbreding van het product paprika en van het product tomaat. En als je dan proeft wat het eindresultaat is en dat het heel sterk richting gewone normale druivenwijnen komt, ja, dan zijn mensen wel heel verrast. We hebben net de nieuwe wijn, de groentewijn gepresenteerd. Dat is de paprika en de tomaat, de Vini Vega. En iedereen mag het nou even proeven. Best wel uniek. Wij zijn in de zomer van vorig jaar al denkende, wat kunnen wij doen met onze productstromen, zijn wij op het idee gekomen om daar van de vaste vorm naar de vloeibare vorm te gaan in de vorm van wijn. Wij hebben contact gezocht met Nederlands Wijnmakerij in Bentelo. We zijn erheen gegaan met ons product en we zijn al spelenderwijs zijn we gaan kijken met welke kleuren paprika's wij tot een wijn zouden kunnen komen. We hebben hier binnenkort weer een hele grote wijnproeverij en daar zet ik hem er blind tussen. Nou, geloof mij, niemand gaat het proeven. Ja, nu weten ze natuurlijk dat dit gaat in de krant komen, dus ze zullen het weten. Maar blind kunnen ze dit nooit raden. Ik denk dat het een hele leuke en een goede ontwikkeling is om een brug te maken van de groenteteelt naar de wijnfabrikage, naar de wijnproductie. Want ja, iedereen weet dat een wijn van druiven gemaakt wordt. En nog niet van groenten, tomaten en paprika's. En dat is nu achterhaald. Er zit een hele dikke kans in dat we ergens in het arrangement bij een passend gerecht, dat we daar die wijn bij gaan schenken.